Nou, is er een vraag hier van Ado Nobe uit de Wageningen. Die zit ook hier in het publiek. En die vraagt aan jou, Ron. Heb jij ooit beter gevoetbald dan onder Louis van Gaal tijdens het WK van 2014? Nee, dat denk ik niet. Nou, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat toernooi heb ik me zo enorm gefocust. En daar heb ik me zo voorbereid, 2 jaar lang. Dat het op dat moment zo allemaal moest kloppen met een doel voor mezelf. Het kwam in principe bijna allemaal uit. En ik heb echt geloofd dat... Maar is ook logisch, toch? Ja, maar logisch. Het team waar hij in speelde? Ik bedoel, heb je wel eens een goed team gespeeld? Met zoveel duidelijkheid, met zoveel... Nee, alles was helder. Het team was natuurlijk ook wel... En dat team helpt je, bedoel je? Nou ja, maar ik vind het sowieso vind ik mooi. Want er is ook wel eens, dat is wat langer geleden geweest, er is ook wel eens wat wrevel geweest. AZ, toen je naar Feyenoord ging. En daarna is het weer goed gekomen uiteindelijk. Jullie hebben het ongetwijfeld uitgepraat al lang wat er gebeurd is destijds. Want anders kan je ik zo ben spelen. Nu wel heel benieuwd. We weten dat... gaat niks zeggen, dus... Ik ga geen antwoord op geven. Nou, leuk. Nee, maar de volgende, jij speelde toen bij AZ, je contract liep af. En uiteindelijk ben je weggegaan naar Feyenoord en die was toen niet blij met je. Nu ben ik heel blij met je. Doe maar om dan een speler dat jij zegt het is logisch, maar misschien is het helemaal niet logisch als je dat verleden met elkaar hebt dat je gewoon ook nog goed kan presteren uiteindelijk. Nee, maar, met elkaar. Ja, hij speelt een WK. Ik bedoel, denk je nou uiteindelijk dat het uitmaakt wie er dan trainer is? Nou, Theo Jansen, ik weet ook nog een speler die bijna naar WK ging en die zei ik ga liever op het strand liggen op Salau. Ja, en dat was ook onder Louis van Gaal. Ja, maar hij pakte gelijk mijn aanvoerdersband op en hij gaf me gelijk nummer 14 of 13 had ik toen op dat WK. Dus hij pakte hem alles af. Heitinga kreeg alles. Ja, even voor de mensen die het weten. Je hebt jeugd-WK. Louis van Gaal. In mijn boek. Ja, maar dat boek niet in het boek gelezen. Jeugd-WK. Theo Jans wordt geselecteerd. Wil liever eigenlijk op het strand liggen. Nah. Louis van Gaal zegt, dan ben je geen aanvoerder meer. Dan ben je nummer 14. Ja. Vervolgens heb je een blessure tijdens het WK. En dan zeg je, nou, ik ga naar huis. De trainer zegt, je gaat helemaal niet naar huis. En je gaat. Ja. Ja, ja. Zo ging het wel een beetje, volgens mij. Nee, nou, hoe oud was je toen? 18, denk ik. Was onder 20, denk ik, BK onder 20. Onder 19. Ja, dus was 18, 17, 18 jaar. Nou, zo oud was hij ook. Ja, oké. Okay. Speelden we samen natuurlijk. Ja. Jezus. En Sprokkel was er ook, of niet? Ja, Sievers. Hé, hey, Sprokkel, waar ben je? Ja. Ja, daar zit hij. Ja. Die was ook mee, maar we hadden echt wel... Is Sprokkel hier? Ja. Dames en heren, Sievert Sprokkel. Ja. Wat ja. Doe Ja, maar we hadden wel een aardig team. Volgens mij was je bondscoach op dat moment. En toen kwam die voor dat BK kwam die toen bij ons erbij. En dan sta je toch wel in één keer zo van... Oké, weet je, de bondscoach hier, waarom? Gaan er in één keer heel veel dingen veranderen? Nou, dat gebeurde dan ook. En we hadden al een voorbereiding gehad volgens mij van een week of 3-4 in Nederland. We hadden echt wel een lange voorbereiding gehad. Toen gingen we naar Argentinië toe. Moesten we ook nog een weekje wennen aan de hoogte en aan van alles. En er waren zoveel dingen dat ik op een gegeven moment echt dacht van... oh, ik word gek hier. Dus ik werd echt helemaal gek. En toen op een gegeven moment bij een corner, toen schoot het in mijn lies. Wat was hij voor iemand? Die kan je toch onder het behang, achter het belang plakken? Of niet? Als trainer? Nou, je gaat als voetballer door verschillende fases. Het is niet zo dat ik persoonlijk een probleem heb... met Theo of met Ron. Dat is helemaal niet zo. Alleen voetballers denken dat. En gaan zich ook verweren daar tegenover. Maar ik vergelijk gewoon spelers met andere spelers op dat moment. En toen Ron Vlaar fantastisch speelde in het Nederlands elftal in Brazilië... speelde Virgil van Dijk niet. En die is nu de beste verdediger, als ik de media moet geloven, van de wereld. Ja, maar Ron Vlaar speelde hem eruit. Andere fase. In mijn ogen. Ja, is het dus een andere fase. Ik bedoel, iedere speler ontwikkelt zich. En als je 18 bent, dan heb je ook nog niet zo'n goed zelfbeeld. Als je niet tegen discipline kan, ja, dan heb je het moeilijk. Hij had een beetje problemen met de discipline.